Goeiedag vanaf het Bladella Sportpark hier de Smachtenbocht. Kempen FM en Kempen TV bedreigd. Ik heb het gehoord. Ik vind het eigenlijk heel jammer dat het gaat gebeuren, als het zou gebeuren. Kempen FM is voor de regio, voor de sportclub, ontzettend belangrijk. We staan hier op het hoofdveld van Bladella. En vandaar dat geeft Leo Willems heel regelmatig op zondagmiddag commentaar bij het Omroep Race programma van Jan Brekelman. Sport op de zondag. We hebben bij het 100-jarig bestaan van Bladella heel actief mededelingen via Kempen FM de wereld in kunnen zenden. En dat heeft de sportvereniging heel goed gedaan. Ook andere verenigingen, merk ik, die hebben het belang bij dat Kempen FM blijft bestaan. En het tweede wat ik erover kan zeggen, we leven in Nederland in een samenleving waarin het eigenlijk allemaal steeds groter georganiseerd gaat worden. Hè? De ziekenhuizen, bijvoorbeeld de scholen. Maar ook alle andere organisaties komen steeds verder van de mensen af te staan. Het zou dan toch erg jammer zijn als een organisatie als Kempen FM en Kempen TV, dat juist de mensen heel herkenbare dingen laat zien en laat horen, dat zulke instantie verdwijnt. En dat de mensen dus eigenlijk hun eigen plekje steeds meer, ook op deze manier, dreigen te verliezen. Daarom bij deze van mij, van ons, van Bladella, een oproep aan de gemeente om goed na te denken over hun taak in deze. Het kort bij de mensen houden van het nieuws.